drie, ze lacht vaak net te hard. Ze hield haar spreekbeurt over Billie Eilish, weken aan gewerkt. Ze hoopt dat geen van haar vriendinnen iets vreemds aan haar merkt. Dat ze normaal is, dat ze erbij hoort. Want als niemand het weet of aan haar ziet, dan bestaat het een soort van niet. Ze houdt een dagboek bij, daarin beschrijft ze trouw. Gedoe op school, het hockeykamp, wat ze het weekend deed. En dat hij stiekem naar haar kamer komt en zij dan steeds niet weet. Of het normaal is, of het erbij hoort. Voelt ze zijn handen op haar blote huid, zet ze zichzelf een soort van uit. Als dit gewoon is, waarom doet hij dan? Als ze samen zijn, zo anders tegen haar. Waarom zegt hij met niemand over praten? Waarom doet hij dan een soort van lief? Maar voelt het naar? Ze hockeyt in C3, ze lacht vaak net te hard. Ze wil niet dat het doorgaat, maar ze weet niet hoe het stopt. Ze hoopt dat iemand het ontdekt per ongeluk. Iemand die ze wel vertrouwt. Die zegt, dit is niet, zelfs niet, een soort.